Hey, goed dat je weer kijkt. Wat gaan we vandaag maken? We gaan iets met eendenborstfilet maken. Ik was van plan om een mooi carpaccio te gaan maken. Beetje op mijn eigen manier. Beetje Italiaans, beetje Frans. Wat hebben we daarvoor nodig? Ik heb wat mooie kanetjes. Eendenborstjes zijn dat van de dames. We hebben wat rucola, parmezaanse kaas, een rood bietje, een mooi zoet appeltje en wat pijnboompietjes. We gaan beginnen. Nou, eendenborstje. Kent. Nee, even. De vetzijdes die er net buiten vallen vanaf. Zo. Nou, de andere kant eens omdraaien. Weer als een ruit insnijden. Alleen het vet het liefst. Zo min mogelijk in het vlees. Zo. Nou, dan hebben we ze allebei schoongemaakt. Gaan ze weer insmeren aan de vetzijde. Met het grof zeezout. En dan gaan we even een klein pannetje weer pakken. Anti-aanbaklaar, hoog vuur. Pannetje even warm laten worden en dan zonder vetstof op de vetkant eerst even bakken. Dan laat al het vet laat mooi los wat er in die vetlaag zit. Omdraaien, minuutje, anderhalf minuut. Alleen kleuren en dan gaan we weer in de oven eventjes garen op 180 graden. Terwijl het pannetje warm wordt, gaan wij alvast even de voorbereiding treffen voor de carpaccio van biet. En appel. Appeltje gaan we even mooi schillen. Pannetje is denk ik heet genoeg. Dan gaan we de eendenborst even in. Afbakken. Zo. En tussentijds eventjes de bietjes helemaal super dun snijden. Zo dun mogelijk. Als een echte carpaccio. De snijmachine thuis hebben is natuurlijk het handigst om dat even op de snijmachine te doen. Maar ja, wie eet er zo'n ding thuis? Eendenborstjes zijn ondertussen mooi gekleurd. Lekker krokante korst. Nog een minuutje ongeveer. En dan gaan we ze in de oven doen. Dan gaan we de eendenborst even op het open schaaltje doen. Kijk eens hoe mooi die gekleurd is. Vuur eronder vandaan. En 9 minuutjes in de oven. Zo, de eendje staat in de oven. Ik heb de bietjes alvast even voorgesneden. Appeldoek op het allerlaatste moment, als je die te ver van tevoren gaat snijden, dan heb je kans dat die gaat verkleuren. Dat is een beetje zonde. Wat kunnen we doen? We kunnen de pijnboompitjes nog eventjes een beetje kleuren op een vuurtje. Pannetje zonder vet. Anti-aanbeklaag het liefst. En ze gewoon lekker eventjes langzaam laten kleuren. Krijg ook een mooie noterige smaak eraan en dat was gewoon lekker. De oven geeft aan dat de eendenborstfilet 9 minuten heeft gehad. Dat ruikt goed zeg. Ja, mooi. Zoals altijd wil ik de eend wel even laten rusten. Als ik hem nu gelijk zou gaan snijden, dan, dan loopt hij helemaal leeg. Dat zou hartstikke zonde zijn. Dus een minuutje of 2, 3, 4, maakt niet uit. Ik ga de appel flinterdun snijden. De appel is gesneden en dan gaan we de borden om en om mooi vullen met de appel en de bietjes. Lekker wat mooie vers gewassen rucola onderop. Ja. En dan gaan we de eendenborst trancheren. Zo. Dan pakken we de wat dikkere balsamico-azijn. Zo. Als ene laatste. Doen we de pijnboompitjes eroverheen. En lekker als allerlaatste een mooie verse parmezaan eroverheen. Maar lekker grof. Carpaccio van rode bietjes, appel met rosé gebraden eendenborst. Smakelijk eten.